Dag Geert. Dag Lars. En ook dag Billy, want er is heugelijk nieuws te melden in Shotcastland, nietwaar? Ja, absoluut. Guillaume Maben is vader geworden afgelopen weekend. Hè? Bravo Guillaume en Wendy. Van de ja. Kleine Billy Maben Lizarden. Een kleine 3 weken te vroeg wel, waardoor wij hier nu zonder Guillaume zitten vandaag onverwacht. Maar des te meer nog steeds proficiat. Het is dat. Guillaume in snelheid gepakt. Wie had dat ooit gedacht? Maar goed, het is dus zonder Guillaume vandaag. Maar we hebben wel vervanging voorzien. Eigenlijk moeten we zeggen, hij lag al langer vast. Maar nu komt er wel nog een klein beetje meer druk op de schouders van onze gast. En we gaan alles nog een allerlaatste keer dit seizoen uit de kast halen in onze Shotcast, de voetbalpodcast van Het Nieuwsblad. Shotcast. Gert, we hebben onze eigen mascotte sinds dit weekend. Ja, Billy Maben Lizarden. Ja. Billy Maben, we kunnen het niet genoeg zeggen. Hè? Misschien ook even beginnen met felicitaties over te maken aan Ma Maben. Van het eerste uur, vurigste van ook. Nu, dat moeten we wel, nu Oma Maben. We Oma Maben, inderdaad. Maar tot zover het goede nieuws. Het minder goede nieuws is dat wij onze monteur kwijt zijn. Ja, dus het kan goed zijn dat alles wat we hier aan het doen zijn, dat het voor de vuilbak is en alleen voor onze oren. En niet dat, tot bij de luisteraars komt. Dus dat het voor niks is, inderdaad. Laat ons hopen dat het goed komt. Ja, ik ga dat dan volledig op mij pakken, mocht het hier allemaal mislukken. Ja. Maar tot het zover is, dag Dave. Hey, dag mannen. Ja, Dave Peters, moeten we hem nog voorstellen eigenlijk? Voetbal. Denk het wel, hè. Nee. Misschien moet je dat zelf doen. Dave, zeg het eens. Wie ben jij? Wat drijft jou? Ik ben Dave. X aantal jaar oud. Ik hou van voetbal, maar eigenlijk veel meer van alles wat er rond het spelletje hangt. Punt. Ja. Woonachtig, toch? Ja. Woonachtig, de postcode 2018, Koekestad Metropool, oftewel Anvers. Ik ben nu al blij dat je terug bent. Zeg, trouwens, ik ga even op Billy. Even een pintje optrekken. Wacht. Ik moet misschien wel even zeggen voor de luisteraars, het is 10:40 en de grote Dave Peters. Het is wel een limonaad zero. Ah, het is een limonaad. Een limonaad van Leuven, gelijk ze zeggen, of is het... Een limonaad. Een 7-up. Oké, sorry, reclame. Dit wordt nu al waanzinnig. Ja, ik zei welkom Dave, maar eigenlijk is het welkom terug, want je bent al eens langs geweest, hè, dit jaar. Veel goede commentaren gehad op je passage. Kilo's hate mail. Nee, ça va wel. Ja. Ja, die was het over 1B toen, hè, die verhaaltjes. Ja, absoluut. Het was een van de betere afleveringen van dit seizoen. Heel veel reactie op gehad. Ja, net geen gedragen onderbroeken in onze virtuele mailbox. Dus dat zat wel goed eigenlijk. En intussen tijd, we zouden het bijna vergeten, de overstap gemaakt naar e-commentator. Weet dat. Ik weet dat, ja. Ja, ongelooflijk, ja. De finale van de Shotcast-bokaal van deskundig commentaar. Nee, maar ik dacht dat jij bedoelde, omdat ik ben nu voor Proximus, ben ik de State Score competitie aan het inleiden. En, de wat? De State to Score. Dat is met Kylian Hazard, met heel veel voetballers, ex-voetballers, en dan ook met e-sporters, en die spelen tegen elkaar een toernooi. Ik dacht dat je dat bedoelde. Oké, nee, maar dat is weer een nieuwtje in onze podcast. Het houdt maar niet op. Ja. Waar gaat dat eindigen vanavond? Ik wist dat wel, hoor, Dave. Jij wist dat. Het is onovertroffen qua actua dieren. Ja, de baas moet zich zetten. Ah, ik noem dat liever zo, natuurlijk. Het verschil moet er zijn, Lars. Dat is waar. Maar goed, los ervan, uw leven in lockdown, hoe ziet dat eruit? Waarmee vult jij uw dagen? Ik heb ontdekt dat je eigenlijk perfect geen shampoo nodig hebt. Ik dacht, een beetje wel eigenlijk deze dagen, want dat is gewoon omdat mijn haar uitvalt. Ja, en voor het eerst in 30 jaar heb ik geen enkel of 0,0... vierkante millimeterke gel of wax erin gesmeerd. Ik ben volledig ervan af. De natuurlijke vettigheid een beetje stimuleren. Ja, ik snap dat de gemiddelde mens nu antwoordt, ja, in lockdown heb ik mijn gazon afgereden en een kast in elkaar gestoken. Ja. Maar ik vind, ja, dat zijn zo een van die randfactoren die je dan meemaakt. Hè. Voor de rest is alles natuurlijk, elke kast herschikt, opnieuw ingeladen, mijn cave gecreëerd. Is het waar? Dus dan, ja. Ja, hoe zie je dat? Wat moet ik er maar bij voorstellen? Televisieke,
Er komt nog een mooie zetel in waar je ook in kan slapen, broken. Alleen ik zal er waarschijnlijk zelf nooit gebruik van kunnen maken. Ja, de zakdoekjes bij de hand ook? Of, Absoluut, uiteraard. Ja, ik heb al eens een balling. Maar goed, ja, voordat we hier weer helemaal afwijken, first things first. Vraag aan beide heren. Waar was jij toen de Pro League de grootste bocht sinds haar oprichting inzette? Gert, misschien moet jij beginnen, want we hebben nu nog niet veel gehoord vandaag. Dat was dan donderdagavond, toen plots de raad van bestuur besliste dat er toch niet naar 18 clubs volgend seizoen ging gaan en naar 16 clubs. Ja, dat bedoel ik. Waar was jij? Ja, dat was redelijk laat op de avond. Dus ik denk ik al bijna in mijn bed lag toen dat nieuws bekend raakte. Ja, want uiteindelijk, ja, wat er dan de dag nadien beslist is, hè, de competitie is stopgezet, deze keer officieel. Club Brugge is kampioen, tot kampioen uitgeroepen. Waasland Beveren zakt, logische beslissing? Ik weet het niet goed eigenlijk. Club Brugge kampioen klinkt een logische beslissing. Waasland Beveren degraderen, dat voelt dan weer onrechtvaardig met een wedstrijd minder gespeeld. Het hangt er vanaf in welk kamp dat je zit, zeker. Of dat je het een logische en een goede beslissing vindt. Ik denk dat er in deze periode, in elk seizoen dat wordt afgesloten, altijd verliezers zullen zijn en altijd mensen die zich gedupeerd voelen. Ik denk geen enkel compromis zal goed geweest zijn. Dus ik begrijp dat Waasland Beveren slecht gezind is. Maar wat ik me eigenlijk ook een beetje afvraag, het was dan gisteren die titelviering van Club Brugge. Hebben jullie het gezien? Zou een Baie Diagnes een kot hebben afgebroken? Nu? Heeft hij nog een kot? Want ik heb gelezen dat hij uit zijn huis moet. Ah, ja, dus daarom dat ik het vraag. Ja, misschien wel. Ik zou het niet weten eigenlijk. Maar wel, je kunt misschien eens verder. Heeft uit rebellie nog een nieuw schapje laten. Sowieso. Nee, Dave, Waasland Beveren naar 1B. Jij ontvangt ze met open armen. Ja, dat is een van de eerste clubs waar ik mijn zoon mee naartoe heb genomen vroeger. Dus ik heb er wel een beetje een band mee. Ik ken er ook wel wat mensen, dus het is een van de clubs in de buurt natuurlijk, hè, voor Gert ook natuurlijk. En ja, wat kun je erover zeggen? Deinze, Serijn komt erbij, RWDM, mooie traditieclub. Waasland Beveren, ja. Op zich natuurlijk op één wedstrijd van het einde dan op die manier genekt worden is wel heel hard. Hè. Mm-hmm. Er zat, het was nog niet helemaal beslist. Dus, wat vind jij ervan, Gert? Ja, ik wilde eigenlijk aan u vragen, een beetje persoonlijk, hoe heb jij dat proces beleefd? Want soms werd er even gezegd van 1B gaat worden opgedoekt of vervangen. En als presentator in de Proximus League, is dat dan, volg je dat dan toch wel wat dichterbij? En gaat dat ook over uw broodwinning, denk ik? Hoe heb jij dat meegemaakt? Ja, ik kwam net niet zo goed uit mijn woorden, omdat dat natuurlijk allemaal inside kitchen is, zeg maar. Maar ik wil er wel over babbelen, omdat dat klopt helemaal wat jij zegt, Gert. En het is nu eenmaal zo, als de rechtenhouder verhuist, als de rechten bij een andere firma komen, dan is het elke 3 of 5 jaar natuurlijk bang afwachten voor ons en voor heel veel mensen hoe het zal verschuiven. Want ik zeg altijd van, er zijn in dit land 4 of 5 topcommentatoren, waaronder Peter van den Bemt en dat soort mannen, hè, dat is gewoon, dat staat buiten kijf. Daaronder zitten er een stuk of 20, 25, die misschien aan elkaar gewaagd zijn, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets. En die moeten natuurlijk altijd kijken, wat gebeurt er, waar zitten de rechten? Dat is ook niet alleen een verhaal van kunde of zo, dat is ook wel een netwerkverhaal vaak. Wie kent wie, de gunfactor zit daar ook bij. Daar moet je niet flauw over doen, maar je kan maar hopen dat je in de gaten valt, hè. Dus we gaan het gewoon afwachten. Ja. En ik heb nu, volgende week of 2 weken nadien komt mijn nieuwe boek uit. Ja, dat ging ik net vragen. Ik heb net de proefdruk, er is 1 exemplaar bestaan er al van. Oké, en dat is het boek, ga maar even wild. Je krijgt, laat ons zeggen, een halve minuut. Ja, dat is... 10 seconden dan, ja. Kan je niet te commercieel doen, hè, mannen? Nee, dat is de biografie van Stijn Vreven. Oké, ja. Wat mogen we ervan verwachten? Ja, die mens krijgt elke dag 10 keer de vraag van wie is die man nu echt? Het is een beetje een vampier, zeg maar, die op matchday schuift. Een vampier? Ja, nee, maar dan, dat is echt dag en nacht het verschil. Dus die man is waanzinnig. Op matchday, Gert zal dat beamen, kan je er eigenlijk bijna niet zo tot doordringen, rustig over de zaken babbelen, is dan toch moeilijk, want die adrenaline is echt totaal anders. Het is nog, soms nog, zit het nog dieper dan bij Proudhon bijvoorbeeld.
Maar dan, naast het voetbal, als je dan bij hem aanbelt of zo op een doordeweekse dinsdag, dan doet er een man open met een gehandicapt wit hondje op de arm die vraagt, oh, wilde jij een kop koffie of dit of dat? Dat is onwaarschijnlijk een verschillende... Een gehandicapte hond. Ja, heeft zo'n, wat heeft een oud hond hondje, voor? Die misschien wel wat blind is en zo. Maar om maar het beeld te schetsen, dat daar naast het veld een heel innemend, introvert, zeer bescheiden man is. En ik vroeg mij af, hoe komt dat nu eigenlijk? Dus, allez, daar zou ik mee afronden. Ik heb onder andere bij Dirk Kuyt, Hans van Breukelen, zijn dochter, zijn moeder, zijn vader, zijn broer die lang in de gevangenis heeft gezeten. Die hebben allemaal een portret meegeschetst. En nu heb ik dan toch wel een redelijk antwoord van wie hij is, denk ik. Op een ludieke manier ook wel. Vaak. Mooi zo. Wanneer mogen we het verwachten? Als alles goed zit, wordt het denk ik deze week ergens gedrukt. Maar ik zal jullie op de hoogte houden en proberen zeker het plezier te doen met een exemplaar. Hè. Zeker doen, top. Mooi is dat. Voor we overgaan naar de inzendingen, nog één actueel vraagje. Wie heeft er naar de Duits gekeken? Zaterdag. Ja, ik zie... Gert, jij ook? Ja, ik ook, ja. Ja, ik heb ook gekeken. Wat vonden we ervan eigenlijk? Dave, Ik wacht op de baas. Hè. Ah, wel. ik heb er mijn mening al over gegeven in een stukje zaterdag bij ons op de website. Ik had na een kwartier toch het gevoel van... Dit gaan we... Ik keek er enorm naar uit, terug voetbal. Maar ik had na een kwartier het gevoel van... Ja, iedereen is nu massaal aan het kijken, maar ik denk dat we dit met z'n allen snel weer beu gaan zijn. Er zijn natuurlijk er zijn nog mensen die echt diehard Bundesliga-volgers, die zullen blijven kijken. Fans van die ploegen, die zullen blijven kijken. Maar de gemiddelde voetballiefhebber, die waar het toch wat meer voor mag zijn dan alleen wat de bal en de 11 spelers. Ja, daarvoor was het toch wat te kiel en te saai en te weinig beleving. Ik moet eigenlijk eerlijk zeggen... Ik had niet verwacht, want Dortmund-Schalke, toch een affiche. Ik had niet verwacht dat de beleving rondom een wedstrijd voor mij zo belangrijk was om in mijn zetel te kunnen genieten van een voetbalwedstrijd. Ja. Dat is nieuw voor mij. Het was voetbal en daarmee was alles gezegd eigenlijk. Hè. Ja, inderdaad. En dat zijn we misschien wel een beetje vergeten. Gisteren tijdens Keulen-Mainz was het zelfs zo erg dat je de wissel van de reclamepanelen die van... En je kent dat wel, zo de reclamepanelen die eerst de Coca-Cola boarding, laten zien en dan Pepsi, bij wijze van spreken. Die draaiing, alles hoort je zelfs. Oei. Ik kreeg ook een beetje het gevoel alsof ik in een heel kleine squashzaal zat. Heurt die ballen vertrekken en zo. En, ja, je zat het... Ik was het rap beu. Dave, jij misschien? Wel, ik onderschrijf eigenlijk volledig wat Gert erover zei, want ik vond het een heel bevreemdende ervaring. En iedereen vergelijkt het met... winterstop, warme, Marbella, stageachtige oefenpotten. En daar gaat het heel veel van weg. Ik vind dan het pigment dat we Raman kunnen zien, Hazard, onze boys. Dat vind ik dan nog wel een beetje een doekje voor het bloeden. Maar dit is echt niet om aan te zien. Ik ben wel eens benieuwd wat het zal zijn als het in de Jupiler Pro League is. Als we al die ploegen goed kennen. Als we het echt eigenlijk een competitie is die we dag in dag uit volgen. Of we er dan ons ook nog zo bij voelen of niet. Dat weet ik niet. Het is een beetje anders, denk ik, inderdaad. Ja, dat denk ik wel. Ja. Goed, dat was actueel blokje. Kunnen we misschien meteen overgaan naar de inzendingen en de correcties, hè, Geert? Want er zijn er een handvol. Ja, voor mij geen enkele, dus ik zal die van Guillaume voor mijn rekening nemen. Ja, wild. Ja. Guillaume had vorige week iets verteld dat Beveren een interview doorstuurde met alleen Dame Foulon. En Dame Foulon, ja, klopt. Hij kon niet begrijpen dat ze dan niet de voorzitter of de trainer ter beschikking hadden gesteld. Maar Martijn de Jonge, de perschef van Waasland Beveren, wees er toch op dat op vraag was van onze medewerker zelf en niet dat hij dat had gedaan. Ja. En, dus Martijn de Jonge is wel een goede perschef, moest ik van Guillaume zeggen. Ja. Maar dat is ook een toffe kerel en zo, dus helemaal niks op aan te merken. En dan onze uitspraak van voetbalploegen begint steeds meer mensen voor de borst te stoten, denk ik. Want Jari Taalman laat weten dat Aarhus... dat je dat moet uitspreken als Aarhus. Aarhus. Ja, Aarhus. Ja, dat zou kunnen. Ik ben er geweest trouwens. Ah, ja. Oké. Okay. Voor het werk? Jarrit ook blijkbaar. Nee, dat was culturele hoofdstad, denk ik. En ik heb er een magneet van aan de frigo hangen, dus ik ben er geweest. Okay. Ja, dan zit er pas echt geweest natuurlijk. Ja. Nu, Aarhus. Aarhus, voilà. Ik heb ook een correctie binnengekregen van de
onvolprezen Mamadou. Een beetje een cultfiguur op Twitter, als ik het zo mag noemen. Ik heb geen idee wat de aanleiding is, maar Mamadou heeft mij verweten zelf een vuile clickbaiter te zijn. Ik heb geen idee waarover dat gaat, dus ik stel voor dat we snel overgaan naar het hoogtepunt van onze week, als we Billy Mabelizerde even buiten beschouwing laten. We hebben een gedicht ingestuurd gecreëerd. Ja, twee zelfs, hè, ondertussen. Twee zelfs, ja. Wouter Meeuws heeft voor ons een prachtig gedicht over de podcast. En lang, hè. En lang, ja. We gaan het hier niet helemaal voorlezen. We hebben het op Twitter gezet. De mensen kunnen het er daar nalezen. Ik werd er zelfs een beetje emotioneel van, Lars, toen ik het las. Ja. Jij wel, ja. En dan hebben we nog een tweede gekregen van Simon Duik, want die kon natuurlijk niet achterblijven. Maar dat zijn niet de enige inzendingen die we gekregen hebben, hè. We halen alles naar voren, we doen niet zot en we gooien er meteen de Bob Peters Award tegen. Ja. Of is het de Jan Kullemans Award? Alles davert hier op alles is hier aan het veranderen deze week. Want de inzending van Stefan Morio, die zat thuis in zijn zetel naar Ring TV te kijken. Dat is de regionale zender van de Vlaamse Rand, om het zo te zeggen. Naar een reportage over de opmars van voetbalclub Eendracht Hekelgem in het seizoen 98-99. Die moesten het toen opnemen tegen Ingel Münster, dat toen getraind werd door, Dave? Jan Keulemans, we zitten met een kenner. En na de wedstrijd sprak de Cage de legendarische woorden: voor iedereen die tegen Ingel Münster speelt, is het de match van het jaar. En dan weet je dat je het op een gegeven moment moeilijk kunt krijgen en dat iedere match moet gespeeld worden. Ja... Wat doen we ermee, Gert? Ja, schitterend, hè. Over Jan Keulemans. Ik zal niet de ploeg noemen waar dat hij het gedaan heeft, maar het verhaal is mij door verschillende bronnen bevestigd. Over de trainer Jan Keulemans. Het was al na Club Brugge en zo. Had hij eens... lagere afdelingen. Was hij eens voor een wedstrijd, doet hij de uitleg van de tactische uitleg. En hij schrijft de ploeg op bord. En blijkbaar staan er 12 namen op het... op het bord. Nee. En er is er ene die zegt, coach... dus na de tactiek, coach, er staat er ene te veel op, wie doet niet mee? Jij dan, hè. Schitterend. Is dat echt? Dat is echt waar, dat is echt gebeurd. Jij eruit, ja, oké. Zeg, ja, Dave, bij Westerlo, bijna hetzelfde verhaal, want Sjefke Deelen vertelde het mij. Ze zitten voor de match, bespreking in de cabine. En er staan maar 10 namen op. En Jeffke Delen zegt van... Hem is dan geen spijlen vergeten op de ZTM. En Keulemans kijkt dan naar de flap over en zegt van... Oh ja, mannen, dan gaan we wel winnen vandaag, hè. Dat was dan bij de tegenploeg op die 10. Ja, dat is juist. Ja, bij de tegenploeg, ja. Dat kan toch helemaal niet. Allee, Jan Keulemans, hopelijk gaat alles goed met hem, ook in quarantaine. Mooie man, absoluut, laten we dat niet vergeten. Bert de Plat, die heeft ook nog een inzending gestuurd, een vaste klant in deze rubriek, die we toch nog altijd de Bob Peters Award gaan blijven noemen, ondanks de verwoede inspanningen van Sterke Jan. Die heeft deze week José de Kouwer horen vertellen, in de tribune, een podcast van Sportza. José de Kouwer was zaterdag gaan fietsen met de fiets. Ik vond dat speciaal. Ja, kijk, moest het een wielerpodcast zijn, had dit wel de José de Kouwer waard. De José de Kouwer, die duikt wel vaak op. Het zou zomaar kunnen, Gert. Ja, maar dan hebben we ook nog Bart Willemijns. Die heeft heel aandachtig geluisterd naar de president van Zuid-Korea, denk ik. Als het goed is. Het ging over de sluiting van de nachtclubs en cafés in Seoul wegens corona. En die sprak dan de woorden: de crisis is pas over als ze gedaan is. Hey, ja, applaus. It ain't over till it's over. Hè. Voilà, dus tot zover de verplichte nummertjes. Nu gaan we... Of Dave, jij nog een aantal? Zeg, mannen, hoe komt eigenlijk dat jullie zo perfect gecoiffureerd erbij zitten, want ik zie jullie wel op beeld. Dit is natuurlijk audio. Ja. Ik zelf heb een soort van grizzly, Canadian, weet ik veel wat, oerwoud look ondertussen. Hoe doen jullie dat? Kraaienest, dacht ik te zeggen. Ja, hoe doen jullie dat? Mijn vrouw is kapper, Dave. Alright. Ja, en ik word kaal, dus ik heb steeds minder om goed te leggen. Dus okay. Dat is eigenlijk... Het probleem lost zichzelf op. Okay. Goed, we hebben alle vaste dingen gedaan en ja, we gingen eens zot doen. Vandaag. We gingen echt iets zot doen. Dus Dave, ja, zeg het maar. Ik bombardeer u bij deze tot Guillaume van de week. Dus jij mag hier de hele boel in handen nemen. Wat gaan we vandaag doen?
In een notendop spelen de drie wijzen. Jullie krijgen verhalen te horen, of aanzet tot verhalen, want de afloop vertel ik niet, van een aantal gereputeerde figuren, bekende namen uit jullie fantastische show, de beste podcast van het westelijk halfrond. En als toetje ook en nog wel een paar, praten, ja. Een paar oudere figuren die bovenkomen. Wel heel kleurrijke, die jullie allemaal zullen kennen. Ik hoorde daar straks Mamadou voorbij komen. En wel een van de maten van Mamadou zal straks ook figureren in deze quiz. Oh, het is een quiz eigenlijk. En thuis kan iedereen die nu in de wagen zit op de E19, E313 podcastje op, of in bed gewoon thuis, kan nu meespelen natuurlijk. Oké, zo wat. Dus we spelen de drie wijzen. Ik veronderstel dat jij je als Walter Grootheers verkleed dan. Qua wallen zit het al goed. Ja, Kurt van Egem, zou ik Walter Grootheers doen en de wallen op mij pakken. Ja. Geert, jij Jacques Vermeijeren? Ah, ik dacht Geert, maar Geert Christoffels. Oh ja, maar ja, dat is ook wel goed. Zeg, dat mama, wel goed. Het leuke is, dit staat altijd in de format, het publiek krijgt dat nooit te horen, want dat wordt altijd besproken backstage. Wij zeggen het gewoon openlijk natuurlijk. Uiteraard is de manier waarop we tot het antwoord komen veel plezanter dan het antwoord dan het antwoord zelf. Dus denk goed hardop. Ja. Okay, ik heb heel veel opgaves, dus Lars, ik laat aan jou over om de boel op gang te schieten. Ik ga eens even kijken, we zitten nu al aan 20 minuten. Ja, we zien wel, hè. Dat loopt wel los, toch? Ik zou zeggen... Ik heb tot vannacht 2:30 alles vrijgeboekt. Dat komt goed uit. Maar de mensen zitten wel te wachten natuurlijk. Misschien moeten we gewoon dinsdag gaan we erin vliegen? Ik zou zeggen, want het is eigenlijk... Is het Kurt of Koert van Egem? Koert, hè. Koert. Ja, Koert, hè. Ja, heel speciaal. Als ik op Studio Brussel werkte, op M&M, kwam Koert altijd naar mijn bureau een babbeltje maken. En ik klikte heel goed met Koert. En die kwam er altijd zo literair verantwoord de klapje doen. Dat was altijd elke zin zo mooie bijvoeglijke stijlfiguren en zo. Ja. Koert is een heerlijke man, echt waar. Oké, ça va. Blij dat jij de rol op u wilt nemen. Ik zou zeggen, take it away gewoon. Ga los. Heren, opgave 1. Gaat meteen al deur in huis over Bob Peters. We gaan terug naar zijn Millwall-periode 2003-2005. 25 matchen, 3 goals. Ik ben ooit in Millwall geweest en ik vroeg van, heeft Bob Peters hier een onuitwisbare indruk nagelaten? Ik weet niet meer wat ze toen geantwoord hebben, maar het was wel een heel... Ja, het was wel lastig ook, want het is het tweede seizoen, denk ik, liep daar niet helemaal zo vlot. Maar hij heeft daar wel een paar mooie dingen gedaan. En het is toch een mooie streep in je curriculum. Even bij Millwall zit het, Gert weet het ook, cultclub. No one likes us, we don't care. In Engeland de grote vrees... Of de grote vijand van bijna iedereen. Leuk boek over verschenen ook, hè. De undercover hooligan. Dat was een politieman die undercover is gegaan bij de Millwall hooligans. Ja. Ze zitten op een bepaald moment in de pub, want jullie kenden de bevreesde kerstfeestjes bij Engelse clubs. Dan kan je echt volledig losgaan. Dat mag dan ook van de coach. Dan zijn er toch geen wedstrijden. Doen ze allemaal goed op tijd. Op een bepaald moment zitten zij dus voor zo'n feestje in een pub. We spelen een spelletje. De nieuwe die binnenkomt, dus iedereen parkeert, je kent dat al, iedereen sijpelt binnen. Dus de nieuwe die binnenkomt, krijgt een pint aangereikt, maar mag die niet aannemen met zijn rechterhand. Hebben we deze al eens niet gehad? Of? Nee, denk het niet. Oké, dan doen we verder. Ja. Mag die niet aannemen met zijn rechterhand. Doet hij dat wel? En coach Dennis Wise bijvoorbeeld, een Chelsea-legende, die heeft ook meegedaan. Die moest meedoen aan dat spel. Wat gebeurde er als je wel de pint met je rechterhand aannam? Dan heb ik drie opgaves. Drie antwoorden. A, een atje voor de sfeer. Een advoendum moest je dan drinken, die pint. B, je moest een rauw ei opeten. Of C, je moest degene die pint met de rechterhand aannam een vonk op zijn bakkes geven met een bokshandschoen die klaar lag. Moest dat in dat bier zitten of moest dat apart? Of, dat was volledig naar keuze, Gert, zoals je het graag gaarne degusteert. Ik zou het altijd in mijn glas doen, eigenlijk. Ik denk dat ik daar minder last van. Maar ik weet eigenlijk niet. Een Bloody Harry. Een Bloody... Sowieso. Gert, ga jij als eerste gokken? Ik denk dat ik eigenlijk geen gok heb, omdat ik denk dat ik het de afloop van het verhaal al ken, dus ik ga het voor u laten. Ik denk dat ik het ook heb gehoord, eigenlijk. Was het de toek
met de boxhandschoen. Dan, dan is dit een goede binnenkomer. Ja, is okay. Inderdaad het goede antwoord, want ik wist niet zeker of jullie het al... Nee, ik, heb dat, ik wilde dat zeggen, want we gingen eigenlijk tegen elkaar quizzen. Damn. Oei, oei. Voilà, heel concept onder de botten. Ja, maar bon, met dat is niet een goede baan leiden, hè, Koert. Allee, ja. Dit is een binnenkomertje. Perfect, een oppakketje. Oké, okay, ja. Dus, ja, dus Lars, vertel, ja. Wat is jouw antwoord? Doe dan maar de bokshandschoen. Dit gewoon als een oefenronde om je te kwalificeren, zeg maar, voor, voor de Grand Prix op zondag. Ja. Gert heeft zijn licentie nog niet beet. Nee. Het grappige was eigenlijk, dat was eigenlijk wel de clue van het verhaal, toen, toen Dennis Wise binnenkwam, hè, dus de Chelsea... starlet van vroeger, toch wel een belangrijke speler daar geweest. Toen was het net de beurt aan Mark Quigley. En dat was een jonge Ierse aanvaller die eigenlijk weinig speelkansen kreeg van die Dennis Wise. En die Wise nam de pint echt verkeerd aan. Dus die jonge, op de bank zittende aanvaller, heeft de coach effectief een vonk op zijn bakjes gegeven. Maar heeft hij nadien nog veel gespeeld? Of? Ja, Dennis Wise lijkt mij de persoon die dat dan eens het in de context kunnen plaatsen, misschien nog wel net zou kunnen appreciëren. Hè. Ik denk het ook. Ja, dat hij dan zijn ballen toonde, die Quigley. En dat hij dan misschien in de ranking steeg. Ah, trouwens, over ballen teunen gesproken. Dus wij gebruiken het nu in de figuurlijke, figuurlijke betekenis. Maar er is een coach die ooit... Een heel bekende coach, zijn ballen heeft laten zien aan de hele spelersgroep tijdens een tactische bespreking. Weten we wie? Dat is wel een quizmaster, hè, man. Dat is Koert. Ja, het is wel een vrij bekend verhaal. Ik dacht dat Klaas Aasprings kon, omdat het is de laatste keer. En... Het zit diep. Ik heb het recent nog ergens gelezen. Dat zou nog een goede gok zijn, maar het is misschien nog ietsje verder terug. Frankie Durie. Frenkie de Riet is een broek. Nee, denk je. Nee, het was bij Bayern München. Dus dan valt Turi al af, denk ik. Ja. Oh, Trapattoni. Nee. Louis. Dus, Louis, Herr Louis. Oh, ja, man, absoluut. Man. Louis van Gaal. Daarom dat het recenter is, want hij heeft vorige week wat interviews gegeven. Hè. Ja, exact. En maar hebben jullie die hetze een beetje gevolgd? Ik weet niet of jullie ook naar Veronica Inside kijken, VPN of zo. Soms. Nee, ik kijk elke week twee keer en die zat... ja, het is op maandag en op vrijdag, hè. Ja. En hij zat vorige week in een programma van Jeroen van der Boom. Dat is die zanger van Jij bent zo. En daar zit je aan de piano en Jeroen zit voor jou en die stelt jou vragen. En dan zingt hij af en toe een lied terwijl hij in jouw ogen kijkt. En dat is onwaarschijnlijk tot de treurnis toe al herhaald in Holland van oh Louis, jij bent de man van velen. En dan zit Louis daar op 2 meter van de keizerhand. Ik heb het niet gezien, maar ik heb het al wel meegekregen dat Louis dan hem zat afkeurend aan te kijken van wat ben jij hier eigenlijk aan het doen, man? Nee, hij vond het... Hij was vereerd, joh. Hij kon zich geen houding geven. Ja, als Louis is wel een man die eergevoelig is. Absoluut. Oh, ja, absoluut. En, ja, het was wel... Een mooi moment. Het kwam erop neer bij Bayern München dat er een... was het nu Müller of Robben of Ribéry? Het kwam erop neer. Hij wilde de boodschap overbrengen. Niemand is hier incontournable. Ik durf iedereen op de bank zetten. Kijk, hup, broek af. Ik heb er de klote voor. Ongelooflijk. Dus dat is volgens de overlevering de edele delen van Louis van Gaal. Ja, wat een gekke dag. Koert, tweede opgave, zou ik zeggen. Ja, okay. Dat is goed. Volgende gaat over Frank de Tank. Oké, okay. Altijd fijn. Ja. Jullie weten dat dat een hardrock, een beetje metal fan is en was vroeger. Hè? En nog altijd hardrock een beetje... keeper ook, hè? Ja. Voilà, en alternatieve muziek en wat nog allemaal. Op een dag ging hij in Duitsland naar een concert van Motorhead. Zegt jullie dat iets? Ja, absoluut. Ja. Ja. Die band kennen jullie. Ja, hij ging daar samen naartoe met Egon Wisniewski, dat is een van zijn goede vrienden, is ook een voetballer, bij STVV gezeten onder andere, bij Lommel, Hasselt denk ik, en Dimi de Condé. Amai. Ik heb nog gestagedived met Dimi de Condé, als ik me niet vergis. als je u niet vergist? Heb je gestagedived of niet? Ik herinner me, wij zijn ooit... ik ging toen wel eens naar concerten met onder andere Maarten Schops. Die speelde toen bij Lommel, bij Geel heeft hij ook gezeten, denk ik. En ik geloof in die vriendenkring zat Dimi er ook bij. En als ik voetbalde, zat Dimi net 1 seizoen of 1 jaargang boven mij. Dus we kenden elkaar niet persoonlijk, maar we kwamen elkaar wel eens tegen.
En hij was toen ook vaak gezien een gast op Pukkelpop en dat. En ik herinner me dat wij eens op Rockwood, dat was een 93 een festival, Rockwood. Met Tool, met Fishbone, met Björk. Het was echt een heel straf op, in die jaargang. En ik zie mezelf dan nog op alle handen liggen met een t-shirt van de Rollins Band. En volgens mij stond de Dimi en de andere stond daar ook tussen, denk ik. Ja, dat zou je vandaag niet zo snel meer doen, denk ik. Als technisch directeur. In de auto denk ik dat Dimi nog wel als Queens of the Stone Age knalt en zo. Ah, oké. Okay, ja. Stage even in de auto, dat zou misschien wel wat geks. Is het waar? Ja? Maar goed, over naar de Frank. Dus ja. die was in Duitsland. Hij zit bij en hij gaat, uiteraard wil hij af en toe de innerlijke mens een beetje versterken. Frank is een sociale type. Frank, het is niet dat liedje van Clément Peres, als ik er een geef, geef de gij nooit een terug. Want als ik er een geef, geeft de Frank er vijf terug. Dus Frank dat is wel goed om te weten. Ja, ja en hij gaat pinten bestellen en hij draait. Je kent dat, is heel druk. Je kent dat wel aan het oog. De sfeertje kennen jullie. Ja. Ellebogen een beetje samengeknepen. Schouders. Dus je pakt je vingers en je steekt die bijna in je pinten. Ja. Op zijn die vingers geweest. En je draait je om. En je botst tegen een kleerkast van een hardrocker van 2 meter op, met krullen tot in de nek, met tattoos, met nogal een vervaarlijke blik op de ogen. En je smost al je pinten over die zijn fraksje. Zo een stevige Duitse motorhead eruit ziende als hooligan. Het was geen bekende. Okay. Maar wat gebeurde er toen? Dus Frank gooide zijn bier over zo'n hele stevige Hells Angel-achtige hardrocker. Die draaide de tepel van Frank Boeks zo hard om, dat hij bijna tot bloedens toe bejegend werd, beste vrienden. B, die tilde onze vriend Frank Boeks op en gooide hem over de toog. Alle twee al erg. Dat moet wel al sterk zijn. Hè? Optie C. Hij keek Frank liefdevol in de ogen, knuffelde hem, bestelde 10 extra pinten en gaf hem die pinten gewoon terug, terwijl hij zelf totaal niet in fout was. Ja. Allee, Geert, mag jij als eerste doen? Ik gok het derde. Waarom? Ik denk dat het... omdat het niet zo... het imago van de Motorhead-fans is ruw. Maar ik denk dat hij eens in de... Op zo'n concert, dat is één grote community, allemaal vrienden. Daarom gok ik op C. Ik ga voor A gaan, denk ik. De tepels. Ik vind dat gewoon een goede tepel voor iets, dat moet kunnen. Hè? Ja, maar we moeten een beetje tempo altijd maken. Daarom doe maar A. De winnaar van deze kweester rond Frank Boeks, vraag nummer 2, is wel degelijk Gertje Gijzen. Godverdomme. Ja. Maar dat is wel... Allee. Ik moet dringend meer... Dus die heeft zelf die pinten terugbetaald. Die zei van, sorry, hoeveel pinten zijn er kwijt? Hoeveel pinten zijn er kwijt? Ja, het is natuurlijk... Frank is ook wel een imposante gezicht. Verschijning, hè? Ik snap het wel. Nee, absoluut. Die is echt niet zo groot. Hè? Trouwens, don't try this at home, maar de Motorhead fans, kleine kanttekening, die stonden er vroeger bekend om. Dus een paar van die gasten hebben ooit een wedstrijdje gehouden. Je weet, die speelden enorm luid. Die Ace of Spades, zet dat maar eens op YouTube, man. Zoek het maar eens op als je het niet kent. Dus die gingen met hun kop, met hun hoofd in de speaker hangen, tot er bijna bloed uitkwam. Dus doe dat niet. Oké. Probeer dat niet. Het stond niet op mijn lijstje voor deze week, maar het is een verwittigd man is er altijd weer waard. Ik heb opgave 3, is een aaibare, onschuldige, maar toch licht ontwapenende, jongensboekachtige opgave. Zijn we klaar? Even tussendoor, is het met tussenstand of niet? 1-0, hè, ja. Het is 2-1 voor de Gijzen. Oh, sorry voor de baas. Wat dan nog? Ja, maar ja, 2-1. Ja, het eerste wisten we toch alle 2. Ja, en dan krijg je... Oké, 2-1. Ja. Oké, dat is goed. Ja, Lars, kleine rekensom. Gert had optie 1 goed, kreeg daar een punt voor. Had ook vraag 2 goed, een punt. En dan heb ik even doorrekenen, cijferen, staan. Maar hij wilde niet... Ja, hij wilde niet meedoen. Is... Oké. Ik stop met het rekenen. Of... Ja. Goed. Kilian Overmeijre. Jullie wel bekend. Ja. Die kreeg als kind een shirt van Anderlecht... met de G van de generale bank erop. Het zal rond Sinterklaas geweest zijn of Kerstmis. Die was nogal eens fan van Luc Niels. Maar ja, wie niet, hè? Ik was ook grote fan van Luc Niels. Vincenzo Schifo, die mannen natuurlijk. Patje Boom Boom, uiteraard. En Kilian heeft... Ja, nee, serieus. Kilian heeft een brief gestuurd naar Luc Niels. Een 8-jarige Kilian Overmeijre. Maar wat zei of vroeg hij in die brief? A... Hij vroeg
Of hij bij Luc mocht gaan wonen. Een beetje een adoptieverhaal dus. B. Wonen met de Luc, hoe goed is dat niet? Ja, B. Ja. Hij vroeg met welk beleg de Luc zijn pistolees belegde. Hesp, kaas of salam. Of C. Nee, want dat beleg, zo wilde Kilian ook zijn traptechniek natuurlijk een beetje aanzuiveren. Ja. Als je dat op salami doet. Hè. Of ja. C. Hij raadde hem op wel heel bijzonder emotionele wijze met opgedroogde tranen op het blad een transfer naar PSV af en dat dat dik een onzin was en dat dat allemaal niet kon. Hij gaf hem transferadvies. En hoe oud was Kilian? 18? 8. Allee, ja, ik denk dat derde is het mooiste verhaal, maar ik ga voor de salami en zo. Dat lijkt me zo het meest waanzinnige. Dat is sowieso iets dat hem heeft uitgevonden. Ik zie het aan zijn oogstjes. Wat zeg je? Dat je dat sowieso hebt uitgevonden, dat van welke kaas en apps en van die salami. Dat is zoiets voor u. Ja, ik hoop het. Pakt. Wacht, Kilian, wacht. Doe maar C. Toch? Dus de transfer uit het hoofd van onze Luc proberen praten. Het goede antwoord, beste vrienden, is hij probeerde het Luc Nielis af te raden om naar PSV te gaan. Ah, kijk eens aan. 2-2. Ja, want we zijn eens ooit iets gaan eten voor een interview. Veel mensen weten dat niet, maar je hebt Daknam. Maar je hebt ook Daknam Dorp. Dat is een pittoresk, superklein dorpje. Ja. Gert kent het. En daar is een restaurantje, denk ik. Ik ken de naam niet meer. En Kilian stelde voor, doe het daar maar. En dat was echt een heel aparte, plezante ervaring. Want Kilian is een crème van een gast, dat weten jullie. Mm-hmm. En dan heeft hij veel verteld, onder andere over Luc Nielis. En ik vond dat wel schattig, een 8-jarige Kilian die dan Luc Nielis transferadvies geeft. Kilian Overmeijer, de enige naast Steve Peters die 2 keer in Shotcast Is geweest. Oeh, wat een eer. Ja. Paardenworst gegeten of is dat daar niet? Dat is toch een leuke? Dat is ook, op Lokse feesten, denk ik. Behalve als Morrissey komt... Want dan zijn het zelderstengels. Ik vind dat trouwens echt... die gok van Gert had er ook op niks. Hè. Allee, bedoel, iedereen weet dat Luc Nielis preparé op zijn pistool is. Allee, bedoel, dat is gewoon zo. Een beetje banter hier, of wat? Ja, het zal wel zijn. Het is de laatste keer. Hè. Ik moet hem toch even niet meer zien. Allee, dat is ook niet waar. Maar terug, vriend. 2-2. Ja, goed. 2-2, ja. Opgave 4. Ja, we gaan naar Joachim van Damme, van de Malinois. Ook niet te versmaden. Een vat vol verhalen, natuurlijk. Ja. We gaan naar de tijd van Waasland Beveren. En er gebeurde iets met een collega van hem, maar hij werd er ook wel actief in betrokken. Het ging over de genaamde Nigeriaan Emmanuel Sarki. Wie kent die nog? Nee, ik moet passen. Het zit ver. Heeft hij nog bij Westerlo gezeten? Nee. Die heeft, denk ik, nog bij Westerlo gezeten. Daar ben ik zeker van. Ah ja, dan doet hem bij wel een belletje rinkelen, blijkbaar. Ik ga ter plekke even kijken waar hij nog heeft gezeten. Bij Wisla Krakau, in Israël en bij Waasland Beveren dus. 2011, 2012 was het. Maar goed, die heeft nogal een beetje een bijzondere match en stond iets te veel te dagdromen op het veld, die Sarki. En... Dirk Gerard, die was er niet zo tevreden van, de coach dus. En daarom gebeurde er iets heel bijzonder tijdens de rust om die jonge man eigenlijk een beetje, hoe zal ik het zeggen, terug onder de levende te krijgen. Wat deed Dirk Gerard dus tegenover Emmanuel Sarki? Niet zeggen dat Dirk Gerard zijn broek heeft afgestoken. Niet, hè, mat. Hij stak zijn broek af, begon daar te te studeren. Nee. Hey, trouwens, Dirk Gerard, ik ben niet tegengekomen op een concert van Tool. Ik had een zwart t-shirt aan en hij de reclamejas volle bak warm winter van Roeselare toen. Ongelooflijk. Ik had die wel nooit geassocieerd met Tool. Ja, schitterende vent hoor. Okay. Heel, heel, heel atypisch in het voetbal, maar ik kan er redelijk mee babbelen. Los. Zwart ervan. Los ervan. Gerard, hij nam een emmer en hij vulde die in de douche. Een beetje klassiek. En hij kapte die over de speler in kwestie. Toch volle ver in eerste klasse. Terwijl, kom eens kijken, schat. Voilà, mijn dochter komt even kijken. Ah, kijk eens dan. Ja. De dochter van Kurt van Egen. Hè. Ja, dat we dan nog mogen meemaken. Ja. Inderdaad. Pun intended. Ja. Optie B. Ja.
Hij begon een lied te zingen tegenover de genaamde Emmanuel Sarki. En hij zong, ik zal het lied erbij vertellen. Hij zong, do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Van Culture Club, oftewel Boy George. Voor de jongeren, google die man of net niet, want het is wel een speciale vogel. Dus hij begon dat lied te zingen. Of hij zei C. Emmanuel, you go stand here in the middle of the dressing room and you, Joachim van Damme, you tackle him the African way and then he knows how to play. Dus ga je in het midden staan. Dat kan toch helemaal. Joachim van Damme, tackle hem hier op de beton, op de tegels, zodat hij wakker is en zodat hij echt doorheeft hoe je moet voetballen in eerste klasse, dat er moet geknokt worden. Dat is optie C. Okay. Wat gebeurde er? En los van welk antwoord het is effectief gebeurd. Dus stel dat hij een nummer water wilde uitkappen over de speler, dat is effectief gebeurd. Er is één antwoord is er effectief gebeurd. Hè, Lars, dat is het concept. Hè. Ja, nee, maar ik bedoel, het is niet omdat hem tegen Joachim van Damme zegt, tackle him the African way, dat Joachim van Damme, alhoewel, ja, nee, slecht voorbeeld. Oké. Gertu, ga maar eerst. Want nu moet jij eens eerst antwoorden, want anders ga ik mij een uitleg geven en dan ga jij het ook weten. Het is 2-2 trouwens, mannen. Daarom. Ik ga voor C dan. Martijn. Dat zou ik het grappigste vinden. Ja, je mag het ook, hè. Ja, ik ga ook voor C, omdat ik... Ik zie Dirk Gerard het eerste doen, hè. Ja, mijn bron is natuurlijk Joachim van Damme, dus daar ben ik volledig van afhankelijk. Volgens Joachim van Damme is daar wel degelijk een kleine, bescheiden versie van The Voice ontstaan. En heeft hij Do You Really Want To Hurt Me gezongen. Oh, nee. Kijk hoe. Oh, wauw. Hoe reageerde die groep? Of wat dacht Joachim op? Ik denk de gemiddelde ervaren man die lacht dan binnensmonds. En de jonge opkomende prof, Gert zal dat wel beamen als ze ook vaak dat soort mannen geïnterviewd. Ja, die zit daar dan te kijken van, what the fuck is dit? Ik zal mijn mond maar houden om het niet nog erger te maken. Maar het leuke is, hij heeft er nog iets bij gedaan. En dat... Oei, ja. Het was nog niet gek genoeg. Nee, want daarvoor kwamen ze binnen in de cabine en Gerard die ging op de bank zitten, liggen eigenlijk, en die zei niks en die begon gewoon luid te snurken. Omdat Sarki stond te slapen op het veld. Wauw. En heeft het iets uitgehaald? Ik wil nu wel weten hoe dat die tweede helft verlopen is. Of heeft dat het verhaal niet gehaald? Hebben ze nog gewonnen? Heeft hem zich herpakt? Ik zal het zo vragen. Dat is een heel goede vraag. Dat moeten we misschien eens vragen aan Gerard. Maar ik moet mijn eigen... Want anders gaat Dirk Gerard een mail sturen. Het verhaal klopt volledig. Maar wat ik wel mij nu herinner en ook zie, is... Het snurkverhaal was bij Sarki. En het Do You Really Want To Hurt Me was bij een andere speler. Oké, maar... Daarom dat we het niet juist hebben. Voilà. We dachten, nee, bij Sarki. Dan kunnen de mensen thuis googlen. Het is niet zo'n bekende speler, maar ik geef de initialen. Dat is wel leuk voor de mensen uit het Waasland. Voornaam E en de achternaam begint met een N. Daar heeft hij toen voor gezongen. Zwart, e, gaan we naar de volgende? Ja, 2-2 en we zitten aan vraag 5. Ja, oké. Ja, dit is ook een aaibare, maar wel schattig. Dat hebben we graag, Geert. Aaibare. Ja, voilà. Het gaat over Erik van Meijer. Nog te gast geweest bij ons. Dit seizoen. Ja, voilà. Amai, dus, een trip down memory lane. Gert Gijzen is kenner van de Erik van Meijer backcatalog, dus die gaat het zeker weten. Die heeft in Charleroi Antwerpen ooit eens een blessure geveinsd, Erik van Meijer. Dat zou hij nooit niet doen. Ken je het verhaal, Gert? Ja, het daagt mij een beetje. Hè, maar ik... Ja. Ja, dat is hier al. Enfin, ja, goed. Maar waarom was dat zo? Omdat hij A... de avond voordien een vrij grote kater had opgelopen, zeg maar, en hij echt niet meer verder kon op het veld. Ja, dat was in die tijd natuurlijk wel 90s voetbal, ja, toen Facebook toen Twitter, ook, hè. Ja. Instagram er nog niet was, ja, dan kon je veel doen, hè. Inderdaad. Mevrouw van Egem ook gezien, wat een gekke dag. Ja. Een alweer intended. B, ja? Omdat zijn rechtstreekse tegenstander, ja, die had denk ik een falafel of een pita shawarma look gegeten, want die stonk onwaarschijnlijk uit zijn bek en die plakte een hele tijd, toen was hij nog, hè, van die spitsen die echt zo in de leunen en dat driehoek zelfs een kont duwde van de centrale verdediger achterin, dus dat was zo verschrikkelijk dat hij tegen het einde van de match dacht van ja, het spel is hier gelopen, ik laat mij wisselen want ik kan het niet meer aan. Oftewel C,
Hij liet zich vervangen omdat hij heel dringend een nummertje 2 moest gaan placeren. Hij moest dus een hoopje doen, oftewel een paaltje kloppen, oftewel speler X uit de selectie gaan gooien. Maar dat gaan we niet zeggen, want dat wordt geschouwd als zijn racistisch. Laat ze maar eerst antwoorden, want ik ken het goede antwoord. Maar hij stopt natuurlijk, maar vroeger... Jij weet dat, Gert. Ik weet het, ja. Is me alles verteld door de heer EVM. Ah, oké. Doe maar A, dan. Jij gaat voor een kater? Ik denk dat Erik van Meer wel een keer een kater kneedt. Zo nu en dan. Op risico van zwaar af te gaan nu natuurlijk, door eerst te zeggen dat ik het weet, bij C. De grote het goede boodschap. Antwoord is, hij moest bijzonder dringend zijn... Darm ledigen, dus het was een 2. Gert Keijzer wint. Deze oplossing. Oké. 3-2. Ik begin hier gewoon op mijn deus te krijgen, omdat Erik van Meer heel dringend naar de wc moest. Ja. Het dieptepunt van de lockdown. Zijn jullie klaar voor opgave 6? Ja. Absoluut. Ik kan dat hier niet verloren gaat. 3-2 voor. Je ziet wat ik kan doen, een beetje research, Lars. Onwaarschijnlijk. Wat research? Je hebt gewoon een chance. Larske, kennis komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat hebben we hier onthouden. Hè. Nee, dat is waar. En geld ook niet. Ja. Goed. Maar anderzijds, Lars, sommige mensen moeten het ook wel hebben van hun charmes, hun aaibaarheid en een knuffel, teddybeergehalte met een sappig leuk Brussels accent. Dus daar heb jij wel de hoofdvogel in afgeschoten. Ja, dank je wel. Everybody loves you. Je bent het filoeke van de podcast, daarbij zit jij, hè, het flupje. Hè. Dus vraag 6 zaten we. Hè? Of, het gaat over Olly de Schacht. Ah, oh, amai. Maar je hebt er wel echt duurlijk van gemaakt. Die kreeg van Marcin Wasilewski ooit een hele ongebruikelijke vraag. Wie? Want ik heb het niet gehoord. Marcin Wasilewski. Ah, ja. Die stelde Olly een heel bijzondere vraag. Was dat A, of hij na de carrière wilde meehelpen om in Polen, in Krakau meer bepaald, een soort van pussycat op te starten. Wauw. B. Heeft Marcin in 2009 gevraagd aan Olly om de fiets van de piepjonge Romelu Lukaku met een, rond een straatlamp te plooien? Want er stond toen, je kent als je bij de parking opkomt aan de hoofdingang, daar stond een hoogtewerker. En ze hebben die man zo gek gekregen om te helpen. Dus Marcin Wasilewski wilde zo het kader van de fiets, je kent dat wel, die grap, hè? Ja. Over zo'n grote, hoe heet dat, zo'n lantaarnpaal of een piquet, lichtpaal. Zeggen ze in Brussel. Hoe heet dat? Een piquet. Voilà, dat wilde hij dus doen. Of C, heeft hij gevraagd aan Olly om samen met hem en nog wat andere graplustigen, om samen de smart van Jonathan Lejar op te pakken met de hand en die in de hele grote grascontainer te droppen. Dat zegt mij iets, dat laatste. Wat vroeg Wasilewski aan de Schacht? Doe jij maar eerst, zeg hierop toe. Ik zou 1 fantastisch vinden. 2 denk ik niet dat klopt, omdat je spreekt over het Astridpark en ze trainen aan de neerpeden. Goh, ja, maar dat was niet voor een training. Ah, oké. Maar ik denk dus 3. C, volgens mij. De grascontainer. De smart in de grascontainer. Lejar ziet er mij in en... Alhoewel, die rijdt wel met een Porsche. Ha, kijk eens aan. Toch maar C. Toch maar C. Met een Porsche. Maar na zijn stop in het tankstation zal hij misschien toch iets kleiner genomen hebben. Ik ga mee met je. Ja, zo gaat hij mij niet inhalen, hè, man, door hetzelfde. Ja, nee, maar ja, misschien loopt te ver. Dan heb ik waanzinnig slecht nieuws voor jullie. Oui. Omdat het antwoord volledig correct is, ontlopen jullie elkaar geen millimeter. Maar met hoeveel, zeg, met mannen, trouwens, zijn? Het is niet evident om toch ook wel wandelende encyclopedieën zoals daar zijn, Gijze Gert en Godot Lars natuurlijk te verrassen. We gaan proberen, hè, met de volgende. Maar even met een smart oppakken, met hoeveel moet het daarvoor zijn? Ik heb dat nog nooit geprobeerd. Ja, dat was met een man of 6. Dat valt nog mee, eigenlijk. Ja. Maar ik vind dat echt niet zoveel. 6 man voor een auto ergens weg te kalen. Ja, en de smart van Lejar in de gascontainer. Ah, maar daar zijn ook wel de zotste verhalen over, hè? Over Lejar. Ja, absoluut.
Allee, je hebt dan de tattoo in het tankstation, maar zo het weegverhaal, dat is ook wel legendarisch. Hè? En het dat? Tattooverhaal? Het tattooverhaal is ja, vrij bekend, maar het weegverhaal... Het tattooverhaal dat Vene Vidi Vici fout had geschreven. Hè? Ja, inderdaad. Maar zijn vrienden hadden hem wel gezegd dat het klopte. Ja, dus een goede grap van de vrienden van Legère, vind ik dan. Maar het weegverhaal op stage... moesten ze, of bij de medische testen, moesten ze elke speler gewogen worden. En dat is blijkbaar echt gebeurd. Dus Jonathan Legère komt binnen, moet op de weegschaal gaan staan van de dokter, maar hij heeft nog een fles water vast. Een liter fles of zo. Hij heeft een fles vast en die dokter zegt, Jonathan, zo gaan we geen correct beeld krijgen. Hè? Je mag die fles water niet vast hebben op de weegschaal. En zo, ah, vraiment? Waarop hij zijn arm uitsteekt, de fles water blijft vasthouden en vraagt, is het zo dan beter? Nee. Ja, dat is schitterend. Ooit gelezen, fantastisch verhaal. Ja. En ik weet niet of het dezelfde stage was, maar daar hebben ze miswijs gemaakt dat het in Spanje een kwartier vroeger is dan in België. Ja, dat is juist. Dat is ook wel zijn topverhaal. Maar goed, Jonathan, hopelijk gaat alles goed met hem. Zelfde. Ja. 4-2. 4-3? 4-2. 4-3. 4-3 is waar. Ik heb Legère ook juist. Ja, voilà. 4-3. Jezus, godverdomme. Ja, het was omdat Dave daarnet zei 4-2. Dus, ik dacht, je houdt de boekhouding goed bij. 4-3. De volgende is een verhaal van Philippe van de Wallen, ex-doelman van Germinal Ekeren, van de Rode Duivels, van Club Brugge, noem het allemaal maar op. En het straffen is, deze madame heeft een soort van hotel, spa wellness, in Spa-Chaux-Fontaine, denk ik. En ik ben er eens op bezoek geweest, en dat is waanzinnig. Die kerel is nog geen gram bijgekomen. Die eet, hij zei, ja, blijf maar iets eten, en dit... Het is een geweldig gastvrije mens, hè. Dus die pakt dan zo wat pastakken zonder saus, zo wat kippenwit erbij. Onwaarschijnlijk, want niet van de jongste. Maar dat is, ja, die gaat nog, wat doet die? Berg beklimmen nog altijd, raften, noem het al maar op, skiën. Onwaarschijnlijke kerel eigenlijk. En een heel sympathieke man. En het grappige is, dat is ook de enige mens op de planeet die plat Brugs kan spreken en plat Charleroi's. Ja, dat is wel zot, hè. Ja. En zo nog op zijn lijn letten dan? Ja, maar dat is gewoon een hele fiere, knappe gast gewoon. Ja, en een vat vol verhalen. Zo'n figuur. De Freddy, de kerpel van het Belgische voetbal, kortom. Ja, de Freddy. Die staat ook nog scherp, zijn maat. Ja, ik heb ooit eens bij Anne van Elzen, M&M, kwam hij langs en ik, Anne had een wedstrijd armborstelen geregeld voor mij tegen de Freddy. Ja. Echt, geen zeven mannen. Ga straks eens op Google... Of was eigenlijk op Google, sorry, dat klinkt al heel oud. Op YouTube. En Google is, of vul is in, ik denk, de kerpel armworstelen of zoiets. Dat ik denk dat je dan die 2 milliseconden ziet, dat ik het volhoud tegen de... Dat was echt los, boom. Had je iets anders verwacht misschien? Of, Nee. Ochtans, zei je toch een beer hebben, Dave? Coole gast. Ja, zo'n een brein, hè. Maar goed, Fluppen van de Wallen zaten we. Oké. Dus straks lieten jullie de naam Mamadou vallen. Lars, in welke context was dat? De kritiek of de correcties, Mamadou? Er is een Twitter-volger die Mamadou zich Mamadou noemt en ons bekritiseert. Mamadou. Soms ook met love zwaait. Wel een toffe gast. Een van de leuke verhalen in die tijd, heeft Leo van der Elst me ooit verteld, was Mamadou en zijn maat, minder bekend, Antoine Colly. Ook een Senegalees die belandde bij club en die hebben geen flauw idee van hoe een wagen op 4 wielen machinaal vooruit te stuwen is. Die hebben dat nog nooit gezien. Die komen letterlijk bijna uit de brust. Dus die komen in Brugge en ze geven die een auto. En je kent daar wel zo'n metalen, ijzeren hekwerk waar je zo'n pin in het midden moet steken. Maar anders waait dat dicht. Jullie kennen dat wel, hè? Met van die spijlen zo. Absoluut. Ja. Ja, ze zijn daar 5 keer naar elkaar tegengereden. Want die pin vastzetten, dat zat niet echt in de bovenkamer. Hoe gewoon er tegen. Los er tegen, want dat waaide altijd gewoon los op hun kapot, zeg maar. Dan hebben ze een fiets gegeven, maar ze hadden nog nooit gefietst. Dus na 20 meter zaten ze met hun benen, hun voeten, zeg maar, tussen de spaken. En als Leo van der Elst op bezoek kwam bij Mamadou, dan was er altijd 40 graden en liep iedereen er een half naakt rond, omdat hij zo de sfeer van Senegal imiteerde. Dus echt, de Leo vertelde... Met zijn chauffage gewoon, of wat? Ja, er liepen echt effectief, liepen daar af en toe dames rond, zeg maar, die nogal... Waanzin. Die het precies heel koud hadden, of heel warm hadden, hè. qua kledij dan toch. Maar goed, dat is mijn verhaal niet. Het verhaal heeft een andere pointe.
Philippe van der Wallen heeft ooit iets geleend aan die maat van Mamadou, aan Antoine Colly. Met name, toen die tijd had je, om spierblessures te behandelen, had je zo van die rode massagelampen. Hè, zo warm te geven. Rood licht. En de meeste kines en zo hadden dat wel, maar bij spelers was dat wel uitzonderlijk, want dat kostte wel wat natuurlijk. Het was niet zomaar een lampje. En Philippe van der Wallen had zo'n lamp en die Antoine Colly, die vroeg op een bepaald moment, mag ik dat spel een keer lenen, want ik heb toch wel een pijnetje. Dus Colly had een pijntje en wilde de rode lamp lenen van de Wallen. En dan gebeurt er iets, hè. Ah, die Colly heeft die lamp toch wel heel lang bijgehouden. En die heeft die thuis boven zijn een wietplant gehangen. B. Die heeft die gewoon in zijn slaapkamer erin gedraaid om tijdens de daad een speciaal sfeertje te creëren. Met een van zijn aanwinsten van de dag. C. Hij zei dat hij ze kwijt was, maar achteraf is gebleken dat hij ze stiekem naar zijn club van origine in Senegal heeft opgestuurd. In een pakketje. Wie mag er als eerst? Ja, debatteer maar. Het derde is te mooi om waar te zijn, denk ik. Waarom te mooi? Dat is toch lachen? Ja, dat is... Het zou meer een Dave Peters story zijn als het een van de eerste twee is. Ik moet erbij vertellen, mannen. De Antoine heeft niet zo gek veel gespeeld bij Club Brugge. Ook niet bij Racing Jet Wavre. En is dan nog naar Linfield, denk ik, in Ierland beland. Dus die kerel, ja, er was wel... Er scheelde ook wel iets mee. Ik ga voor of de wiet of de daad onder de lamp. De daad onder de lamp. Ik ga voor de wiet. Dan ga ik voor de daad. Dat klinkt... Ja, ik weet niet hoe dat klinkt, maar... Als ik me niet vergis, heeft Van der Wallen hem eigenlijk een beetje op heterdaad betrapt, want die kwam daar binnen en hij vroeg van, is er een Antoine hier? Nu ben ik benieuwd welk van de twee het wordt. hij kwam daar binnen en was het Mamadou of iemand anders? Die zei, de Antoine is er wel, maar hij zit op zijn kamer. Ga maar eens kijken. En dus we bouwen de spanning een beetje op. Ja, het kan nog altijd alles zijn. Trippel, trappel, trap. En Van der Wallen gaat naar boven en opent die deur en wordt daar overvallen door een hele rode schijn en een nogal aangebrand spektakel, want een Antoine was iets aan het bevolkingstekort aan het doen. En de rode lamp die stak in de lightbulb, zeg maar. Dus in live betrapt tijdens de... Hij was effectief nog aan het... Dat weet ik niet, maar het had er alle schijn van. Ze waren niet aan het klaverjassen, in ieder geval. Dedication wel, hè, van de Antoine. En aan zijn fitheid werken en blessurepreventie met die lamp tegelijkertijd. Onwaarschijnlijk. Wacht voor de score, mannen. Gert had het goed, hè? Nee, Lars had het goed. Ja. Oeh, dat wordt dat spannend, mannen. 4-4. Hoeveel hebben we er nog? Nog twee of nog drie? Nog drie. Zeg, Gert, die 4-4 of was dat 6-6? Dat doet me denken aan Westerlo. 6-6. Was dat tegen Anderlecht? Nee, Genk. Dat was de snoep. Of Genk. Met die rode kaarten van Amman Mansion. Mansion. Ja. Wie gaf er, onwaarschijnlijk toeval bestaat niet, wie gaf er commentaar die dag? Dave Peters. Joske Willems. Joske Willems. Ja. Dat is 6,5-6, vriend. Goed. Allee, 4,5. Vraag 8. Ja. Gaat over de Indiaan, legendarische doelman van Den Antwerpen. Van de Great Old, dus dan hebben we het over... Radko's Vilaar. Inderdaad, Radko's Vilaar. Die speelde in het begin van zijn carrière bij FK Crvenka in toenmalige Joegoslavië. Dat hoorde achteraf bij Servië. Ik heb nu al het gevoel dat de vragen van het niveau van blokken plots naar dat van de canvas krak gegaan zijn. Inderdaad. Maar de sfeer wordt wel beter. Ja, dat is goed. Ja, vertel verder. Sorry, die moest... op de dag, op een bepaalde dag moest hij naar de club komen, want het was wel een beetje een rebel natuurlijk, Radko. Zag er ook wel niet atypisch uit voor de gemiddelde profvoetballer, dat hebben we in België ook allemaal kunnen zien. Daarom noemden ze hem ook af en toe de Indiaan. Maar die moest na een rel bij de voorzitter komen, want die vond dat Radko er nogal
ja, ook wel atypisch uitzag met zijn lange haren. En dat kon allemaal niet in die tijd. Mm. Hè? Want als je dan al die... ik geloof zelfs dat Daniel Passarella, die heeft ook bij Argentinië ooit Batistuta en zo naar de kapper gestuurd. Ja, klopt. Want lang haar, dat kon niet in het eerste elftal. Wel, dat vond de voorzitter van FK Cervanka dus ook. Maar de Radko, een rebel zijnde, heeft hij toch de volgende dag iets gedaan om de voorzitter een peergaar te stoven. Maar wat is er gebeurd na die reprimande van de voorzitter? Voor de training wipt Radko even binnen bij een bevriende kapster. En die vraagt, let goed op, zet nu je hersenen op beeldende kunst. Die vraagt om zo de vleesklak weg te scheren en de rest eromheen lang te laten. dus de bovenkant van de schedel. Ja, dus aan de zijkanten lang, vanachter de mullet. Patrick Godstijl eigenlijk. Nee, Pat heeft... Ja, die heeft van boven nog aan. Voilà. Dus stel je daarvoor, lang in de nekmat en aan de zijkanten ook, maar de volledige... scalp, zeg maar, van boven. Ja. Gewoon kaal geschoren. Dus dat alles ziet er af. Langs geen kanten uit. Hè? En hij stapt bij de voorzitter binnen. Ja, die krijgt bijna een attack natuurlijk en stuurt hem onmiddellijk terug naar de kapper. Dus dat is A. B. De Radko liet het daar niet bij. Trok naar de parking. Naar parkingplaats nummer 1 voor de voorzitter, want dat was de belangrijkste man van de club. En hij heeft, toen ging dat nog heel gemakkelijk om die brandstoftank open te krijgen, hij heeft zijn gevoeg gedaan in de brandstoftank van de voorzitter. De nummer 1 mag ik dan open deze keer. Dat is een classic wel, dat gebeurde vaak, hè, bij, of suiker erin kappen, dat kennen jullie allemaal wel, die verhalen. Voetballers humor, in jaren 80, 90 gebeurde dat. Dit is denk ik misschien zelfs jaren 70. C. Hij is de volgende dag als travestie en dus als vrouw verkleed, compleet met rode lippenstift naar de club gegaan en is zo binnengestapt bij de voorzitter om zijn punt duidelijk te maken. Wat is er gebeurd? Is dan ja, wel, is dan nu moet jij eens uw redenering doen, want... Ik denk dat hem voor 1 te 4 is op zijn kapsel, dus ik denk niet dat hem iets aan zijn denk kapsel heeft gedaan. De 1 is te waanzinnig, denk het ik. Hij zou de voorzitter ermee een plezier doen, of toch een beetje tegemoet komen. Dat denk ik niet dat hij gedaan heeft. Maar stel u dat voor, hè? Dus de schedel bloot en de rest lang. Hij is mij op 12 speuren aan het... Wacht, de B is een classic, zegde, dus dan ga ik voor C de travestiet. Radko of Radka als vrouw. En jij, Gert? Ik doe het niet graag hetzelfde antwoorden, maar ik ga ook voor C, ja. Travestiet. Saai. Oké. Twee keer C. Dan heb ik wederom bijzonder slecht nieuws voor jullie, want het juiste antwoord was wel degelijk. Hij heeft zijn voorstelaten kaalscheren. Nee. Effectief. Echt? Ja. En het grappige is... om het te verbergen, want hij wilde natuurlijk niet dat iedereen het meteen zag, zette hij een petje op. En ook in de wedstrijd deed hij dat. Maar in de match van de komende de zondag daarna, zeg maar, of de zaterdag daarna, dook hij naar een bal bij FK Cervenka. En dat petje, dat vloog af. Dus heel het stadion zag zijn schedel. En die supporters naar de kern, die begonnen, ik ken het Servische woord niet, maar die begonnen te scanderen, prisoner, prisoner, prisoner. Zijn daar beelden van eigenlijk? Waarschijnlijk niet, want dat is voor... Ik denk dat hij bij Vojvodina heeft gespeeld. Heel lang geleden. En daarvoor dus zijn eerste club Cervenka, als ik het juist uitspreek. Dus voor Antwerptijd. Maar toch een mooie kanttekening bij trouwens. Ger kent dit verhaal ook. Jullie weten dat hij niet mocht in doel staan tijdens de Europa Cup finale tegen Parma. Hè? In Wembley. Ja. Want Meus vond hem toen niet geschikt, denk ik, of qua ritme. Eddie Wouters wilde wel dat hij speelde. Dus blijkbaar, Radko vertelde mij dat zelf, heeft hij als enige 200.000 frank gekregen, de premie, na de match, in een envelop in de tribune, omdat hij eigenlijk had moeten spelen volgens Wouters. De winstpremie dus, bij verlies. Dat is zo zoet. Ja, amai. Er zijn nu nog altijd spelers van die periode die zeggen dat we met Radko de finale gewonnen. Ja, maar er is wel een kanttekening bij... wat was dat nu weer al, geloof ik, dat Radko in die tijd samen was met, wat was het, met een nichtje of familie van de Nelly, dus die wist dat geld goed terecht zou komen. Ik zie Gert knikken. Ja, dat daagt mij ook, die versie van de feiten. Zoiets. Inderdaad, ja. Goed, gaan we naar het volgende. Het was een interfamiliale schenking, eigenlijk. Ja. Het is stil aan monitime aan het worden, denk ik. Ja, we gaan naar de beste videoanalist van de Lage Landen.
man op leeftijd, maar je ziet het er niet aan. De geweldige Aad de Mos. Ik weet niet hoe ik hierop moet reageren. Dus... toch, als hij aan het schaatsen was, met zijn analyse is toch prachtig. Oh, fantastisch. Absoluut. Fantastisch. Ik vind iemand... van op Twitter. Ik zal lachen er heel veel mee, maar ik gun hem dat, weet je. Hij heeft toch het een en het ander bewezen. Oké, het is nogal iemand die... ook wel eens pedant kan zijn, maar het is toch een voetbalkenner. Dus ik vind die man, die geniet daarvan, die gaat sporten nog elke dag. Ik gun het hem wel. Maar waar ik me soms aan stuur, is dat eender welke wedstrijd dat hij analyseert, of het is Champions League, of het is België, of het is dat, tijdens de rust of na de wedstrijd, ze hebben het totaal niet goed gedaan, want ik heb het met Mechelen destijds ook niet zo gedaan. En dat... op den duur begint dat wel eens een beetje repetitief en steeds minder geloofwaardig te worden. Alsof dat je vandaag nog... maar goed, niks tegen de mens aan. Ja, maar ik vind het een beetje... Het is toch wel Monty Python ook een beetje, of toch wel in de gloria absoluut, af en toe absoluut. Momenten, hè? Dat is mooi. En durft ook gewoon... is er niet beschaamd over om op maandag te zeggen dat die match... die kleuren van die truitjes zwart waren en dan op vrijdag dat ze wit waren. Het draait heel snel met ja, dat durft er wel. Hey, dat is trouwens de reden waarom dat Raymond Goethals zijn duivels in het wit liet spelen, hè? Wisten jullie dat? Nee, hoezo? Wel, dus de witte duivels werden ze ook wel eens genoemd onder Raymond Goethals. En die liet hij in het wit spelen, omdat ze bij kunstlicht elkaar beter zouden vinden. Ah, oké, dat is interessant. Ja, vroeger was het kunstlicht wel slecht, hè. Daarom, omdat dat meer weerkaatste. Toeval wil dat ik gisteren nog naar een documentaire van Raymond Goethals heb gekeken, getiteld Raymond a toujours raison. Dus Raymond heeft altijd geluid. Fantastisch goed. Fantastisch goed. Stel Gert, PlaySports. Gert, want wij hebben toch samen een gemeenschappelijk favoriet YouTube-filmpje van den Tuvenaire. Telk? Ja, dat zal met mij zijn. Straks, als je niet meer in de auto zit of thuis, ga opnieuw naar YouTube en Google gewoon eens, of geef in Raymond Goethals. Dan vind je ergens een filmpje van een minuut, twee minuten, ik weet niet veel. Dan zie je hem op de tribune van toenmalige Racing Jet Brussel. Ja, hij is daar adviseur. Dat is het befaamde filmpje met... ze kunnen toch in 2-3 minuten de bal haven, hè? Eddie, de bal haven! Volgens mij hebben wij dat ooit eens als ringtoon gebruikt. Ik heb dat als ringtoon gehad. Ik alleszins. Toen wij aan duvel nummer 4 zaten, was dit in Paliter of in... In het zeezicht zal dat geweest. Zeezicht, ja, voilà. Ja. Toen hebben we dat nog eens... toen we dat nog een keer uitgewisseld. Goethals bloedbrothers werden, Lars. Absoluut. Dat was geweldig. Maar zeg, om de af te ronden, was hij hem nu al tegen die gast die een wat meer diepte moest zoeken? Vadan Lecquin, of ik dat bal... In de nuk! Ja, dat was er mooi. Goed. Atemos. Ik wou zeggen, de stand is 4-4. Goed, Atemos had vroeger... Ja, ik ga het niet echt een ritueel noemen, want ik weet niet of het vaker is gebeurd, maar volgens de spelers is het vaker gebeurd, dus dan ga ik het nu, op het risico van fouten zijn, toch een ritueel noemen. Het gebeurde nogal vaak bij jonkies in de tijd van John Cordier, Vier van Hoofd, natuurlijk de legendarische periode van Leij Kleisters, Mark Emmers, noem ze allemaal maar op. Bij KV Mechelen. Het grote KV Mechelen. Ja. In dit geval gebeurt het niet zo ver verwijderd, zeg maar. Niet zo ver voor de grote avond tegen Ajax in Straatsburg is er een etentje, een diner. En Aad de Mos die vraagt aan een jonkie van het elftal die er mee mocht, die mocht erbij zijn. Die ging niet spelen natuurlijk, maar die moest iets doen tijdens dat diner. En de jonkie die dat moest doen, hou u vast, is de genaamde Iron Mike. Oorlog, Mike Verstraeten. Ja, die zal een jaar of wat was het, 6, 17 geweest zijn, ik wil er vanaf zijn. Maar die moest dus iets doen tijdens dat diner. Wat? Hij moest, om de leider, om iedereen met de voeten op de grond te houden, vroeg Aad de Mos aan de jonkie om de leider van het elftal stevig aan te pakken, om hem eens voor joker te zetten. Dat was Michel Prudhomme. Dus hij moest, met de hulp van andere spelers, moest hij Michel Prudhomme afleiden. En moest hij zo het typische voetballerschapje, het zoutvaatje, losdraaien. En dat zelf al proactief half in de Michel zijn soep droppen, om Michel even te prikkelen. Dus dat moest telkens gebeuren, altijd met zout, nooit met peper. En de jonkie, maar het was vooral omdat, zo natuurlijk, dat is bloedstollend voor zo'n jong mannetje, om dan de grote Michel Prudhomme te bejegenen. Daar begint hij niet zomaar aan. Met gevaar voor eigen leven, dacht ik te zeggen. Hoe zeg je?
met gevaar voor eigen leven, ja, dacht dat ik was te zeggen. Een behoorlijke onderneming in die tijd, ja, om dat aan te durven. Optie B. Atomos vroeg aan de jonkie, Iron Mike in dit geval, om onder tafel te kruipen tot bij de broekspijpen van Fie van Hoof. Daar aan te beginnen trekken en keihard te beginnen blaffen als een hondsdolle pitbull. Optie C. Het werd allemaal geregeld via Atomos dat er ook op die avond telkens een goudvis aanwezig was in een zakje. Ziet het voor u? Half. En dat zakje, of toch althans de goudvis, moest ook in het waterglas belanden van een routinier naar keuze, die op dat moment afgeleid werd en dus naar links keek, terwijl dan Iron Mike sneller moest bijkomen onder de smoes. Ik kon wat wijn bij, okay, ik kon één glas wijn, dat kon toen wel. En dan moest hij de goudvis droppen in het waterglas. In dit geval was dat van Mark Emmers. Dus toen Mark Emmers zag hij dus een goudvis zwemmen in zijn waterglas, Mark Emmers. A, B of C? Geert, jij eerst. Ja, ik herhaal, het is allemaal waanzinnig. Het zoutvaatje is misschien... Ja, dat vind ik nog het gevaarlijkste van allemaal, ja, eigenlijk. Ja, maar... als je dat bij Perdon moet doen. Ja, ik ga voor de goudvis. Die lijkt de mij... goudvis? Ja, ik ga voor de goudvis. Dat is het speciaalste. Ik ga... aansluit ik uit, want als je Perdon dat lapt, volgens mij ter plekke de nek afgebeten. Dus doe maar B, de hond aan het been van Vivan Hoof. Dat moet ook wel heel grappig zijn. Lars, zou iemand daar intrappen? Dat kan toch niet? Ja, wat is dan? Het goede antwoord is B, de pitbull. Voilà. De andere zat hier al overwinningsgebaren te maken. Ja, oh, ja, echt waar, echt waar. Straf, hè? Smullen. Allee, zeg. Ja, absoluut. Ja, dat vind ik vond ook wel een straf naar toen ik dat hoorde. Amai. En dat is effectief gebeurd. Hebben er meerdere moeten doen, hè, want dat is een gekend verhaal. In de, dus bij Ajax en bij Anderlecht heeft dat ook altijd iemand moeten doen. Waarschijnlijk. Ik weet niet of dat altijd is gebeurd. Maar trainers hebben ook vaak, als ze nieuw binnenkomen bij een club, hebben ze wel zoiets om het ijs wat te breken, dan doen ze wel iets. Hè. Maar de Mos zat er al langer, maar dat was het bijgeloof. Hè, want ik heb me ooit laten vertellen dat Michel ook in de nadagen bij KV, toen het allemaal ietsje minder was, hè, de centen van Cordier waren weg, dan moest hij een bepaalde vis hebben voor de match, dag van de match, dag ervoor op restaurant. En ze zijn, een speler heeft dat ooit eens verteld, die toen een jonge gast was, de tijd van Glenn de Boek, wie zat er allemaal? Stijn Vreef zat er ook, denk ik, nog een heel veel andere die tijd. En ze gingen op restaurant en pakweg nu, ik kan zeggen, school, de vis, die was er niet. Dan zijn ze allemaal moeten verhuizen naar een ander restaurant. Want gewoon dus om dat Perdom... Ja, maar pak de winterjas van M.E. Anteunis, die bij Lien... De sjaal van George Lekes. Ja, al die bijgeloofdingen. Gekke toestanden. Ja. Oké, zitten we aan de laatste nu? Of, ja. Hoeveel is het dan? 5-4 voor mij? Het is 5-4 voor Lars. Voor nou, dan willen we wel afspreken dat Lars nu dubbelen, eerst, hè, moet antwoorden. Ja, anders kun je gewoon zelf als mij antwoorden en bestaat geld dat gewoon. Ah ja, maar anders doen we voor dubbele punten. Ja, nog dus beter. Ah, wel, voilà, kijk, dan eindigen we sowieso niet op een gelijke... Vind ik een goede challenge. Een zonderschifting dan, hè. Gewoon voilà. De tiende is de laatste. Ja. Goed? Ja. Oké, en dan zijn we een paar aan de tiende is vrij onschuldige, maar toch wel lichtjes schuitige, omdat je het u vooral beeldend moet voorstellen dat wel grappig kan zijn om dat voor u te zien. Het gaat over Steven de Voer. Mm-hmm. Oké. Okay. En een Christmas party die hij had bij Burnley. Uh-huh. Oké. Okay. Zeg kan ik me ook iets bij voorstellen? Burnley en Kerstmis wel, ja. Maar het verhaal, het verhaal nog niet helemaal. Oh, wel. Dus bij Burnley gingen ze op Christmas party naar Dublin het ene jaar. En het andere jaar gingen ze op Christmas party naar Brussel. En omdat Steven de Voer natuurlijk een Belg was, moest hij alles regelen. Ze hebben daar een pub overgenomen in het centrum, zoals bij de WK's en de EK's. De Engelsen dat altijd plegen te doen. Dat is de Schotten en de Ieren, je kent dat wel, aan de beurs. Die pub wordt dan overgenomen. En wel, dat deed Burnley daar. Ze hebben de DJ-booth overgenomen. Don't look back in anger, I heard you say. Ze hebben er heel de nacht staan zuipen en zingen non-stop. Maar de regel was...
van de coach, was dat Sean Dyche, denk ik? Ik weet het niet. Ja, hoe dat Dyche, ja, de Fury heeft hem gehad, ja, in ieder geval. Ja, voilà. Dus die zei ook van, kijk, je moogt u de pleuris zuipen tot je uw longen eruit vomeert, zeg maar. Maar als er hier één durft spouwen, dan is 10.000 pond boete. Dus je moogt drinken, de... ja. Maar de volgende ochtend zonder te slapen vlieg je terug naar Engeland, gaan we trainen. En als je daar ene spouwt, zeg maar, spouwen mopertingen, dan spouwen. Is het 10.000 pond boete. Dus man zijn s'avonds, okay. Maar ook man zijn ja. In de ochtend. Ja, aan zich wel een goede regel. Hoe heet dat? Hoe gaat die uitdrukking, Gertje? S'avonds grote Jan, s'morgens grote Jan, of zoiets. Just, ja, nee, kleine man. Ja, of wat? Ja. En is het een waar of niet verhaal? Nee, het verhaal is eigenlijk... Steven de Voer had er ook een plezante touch aan toegevoegd. Hij had een soort van lettertrommel gemaakt met allemaal letters erin. En de spelers moesten daar een letter uittrekken, dus een papiertje. Nee. En met de letter die ze trokken, dat moest de beginletter zijn van de figuur in wie ze verkleed gingen. Oké, okay. Ja, ça va. Okay. Ja. Krijgen we een letter? Of... Nee, we krijgen geen letter. Nee, jawel, A, B en C krijg je. De vraag is gewoon, in wat of in wie ging Steven de Voer die avond verkleed? Oei. Okay. Was dat A? Met zo'n pak en een masker van Donald Trump in Brussel, Steven de Voer. Was dat B als een Dalton, als een gevangene dus eigenlijk? Ja. Of was dat C... Echt waar, stel u daarvoor, geweldig beeld, als een pakfriet met mayonaise, want die pakken bestaan. Oh, en dan natuurlijk, vooral vermijden dat je niet gekikt wordt door een tabloid man die in de bosjes, dat is moeilijk in het Brussel centrum, maar dat zou toch, die dat zou wel legendarisch zijn. Wow. Ja, Lars mag eerst antwoorden, zodat ik iets anders kan antwoorden om nog kans te maken om te winnen. Ah, maar dus je gaat sowieso iets anders... Ja, ik ga sowieso iets anders, ja, anders kan ik niet winnen. Maar ken je het verhaal of niet? Nee, ik ken het niet. Ik ken het niet. Okay, dat is goed. Ik ken het ook niet. Het lijkt me alle drie mogelijk. Trump, een Dalton of een pak friet. Als Belg zijnde, ja. Ja, ik ga voor de friet, hè, jong. Dat is een mooie afsluiter dan van ons seizoen. Steven de Voer ging niet naar pak friet. Dan... hier ga ik spijt van krijgen. Doe maar de Dalton. De Dalton voor Gert Gijzen. En we spelen voor dubbele punten. Ja, dus als hij juist heeft, wint hij nog, wipt hij over mij. Dan heb ik opnieuw bijzonder slecht nieuws voor de man die de trotse bezitter is van twee longen, twee oren, tien vingers. Dat weet ik niet. De man die vandaag in het stof bijt, de nadelen van de anderen... is de man die het best een goudgele pretpaal van hoge gisting kan verorberen. Dus is Gert Gijzen de winnaar met 6-7-5. Dank je wel. En het begon nog zo in mineuren, mannen, met vraag 1 dat jullie allemaal al wisten. Ik dacht, het zal toch niet waar zijn. Maar dus wat was het nu in een Dalton? Als een Dalton. Als de kleinste. Een gevangene. Dat was de kleinste Dalton, de Voer. Dat ja, voilà. Voilà. Wauw, oké. Okay. Gert, ik ga je sabiet feliciteren. Ik wil eerst onze quizmonster bedanken. Die dat Koert. Hier eigenlijk... Koert, die dat hier fantastisch goed gedaan heeft. Ik heb mij geweldig Ja, het was plezant. Het was plezant. Ja, absoluut. Heel plezant. Ja. Ik hoop dat de mensen het thuis in de auto... Zeg, en misschien moeten we toch eens allemaal nog eens de groete doen aan Guillaume, want die heeft misschien maar alleen gescrolld naar de laatste minuut van deze shotcast. En moeten we toch even feliciteren met Billy, hè? Ah wel, maar toevalligerwijs hebben we nog één vast blokje op te handen. En dat is een vraag die we vandaag een klein beetje anders gaan stellen. Namelijk, wat gaan jullie deze zomer doen, zo zonder EK? Ah ja. Dave, bijt jij de spits maar af? Ik ga... natuurlijk volledig opvolgen wat de Veiligheidsraad mij oplegt, maar als het enigszins kan, dan ga ik toch wel, ik ben zelf ook trainer van de U15 volgend jaar, dan ga ik toch wel heel veel proberen om zelf te voetballen als dat kan. En als er ergens voetbal is,
dan, ja, dan ga ik er toch wel naartoe gezogen worden. Dat mag in de Faroe Zuid zijn, maar ik ga het toch proberen. Faroe Zuid. Gert, ga jij mee naar Faroe Zuid of heb je andere plannen? Ik hoop dat ik nog naar Frankrijk op vakantie kan eigenlijk. We hebben een reis geboekt in Frankrijk, dus we zullen zien. Welke regio? Aquitaine. Oh, fantastisch. Ik dacht, je gaat de Ardèche-Provence zeggen, maar ik ga dus ook altijd naar de Aquitaine. Heerlijk, hè? Streeks van Saint-Emilion, Pomerol, Bordeaux. Inderdaad. Kijk eens aan. Vlaanderen, vakantieland in de Shotcross. Dat hadden we ook nog niet gehad, nu, natuurlijk. Wat ik met dit blokje, wat mij opviel, was... Guillaume heeft dit draaiboek al klaargezet. En hij had hier zelf al ingevuld dat hij uitkijkt naar 8 juni. De uitgerekende datum van Billy Mabelizarde. Dus, ik had dat zien staan en ik dacht dat het ging over de cafés die weer open gingen. Maar dat ligt misschien iets te veel aan mijn eigen dingen. Want daar hoop ik natuurlijk op dat alles gewoon zo snel mogelijk weer normaal mag worden. Dan heb ik financieel een beetje chance. Want als dat effectief zo gebeurd was met Billy en dat was een nachtje uitgesteld geweest, dan had ik dezelfde verjaardag gedeeld met de genaamde Billy. Kijk, 9 juni dus. Ja. Ah ja, maar in het oorspronkelijk, het is niet dat je jarig bent vandaag en dat we al anderhalf uur bezig zijn zonder het, zonder het te weten. Dat zou wel jammer geweest zijn. Goed, ik, we zijn er door eigenlijk. Niet alleen door de aflevering, maar door het hele seizoen, Geert. Ja, inderdaad. Jammer, Dat is heel jammer, we gaan de mensen missen. Nu, hopelijk zijn nu nog hopen dat deze aflevering tot bij de mensen geraakt. Ja, want dat gaan we wel nog eens herhalen. Onze vaste monteur moest nodig vader worden dit weekend, dus ik heb het er allemaal in mijn bak gekregen. Maar we gaan dat goed doen, niet alleen voor Guillaume, maar ook voor Billy. We kunnen het niet genoeg herhalen. En wat ik ook nog eens ga herhalen, het is vrij nutteloos deze week, maar ik ga het toch doen. Kwestie van een klein beetje zekerheid te hebben in onze levens deze tijden. De herhaling van de kanalen, hè, Geert? Ja. Kenden ze? Ja. Okay. Podcast@nieuwsblad.be. Shotcast@nieuwsblad.be. @Shotcast op Twitter of #Shotcast. En dan rest er mij niks meer dan iedereen te bedanken. Bedankt Whereby om de aflevering mogelijk te maken. Bedankt Koert van Egem voor je bodemloze verhalen. En doe vooral de groeten aan Dave Peters, die dat fantastisch goed gedaan heeft. Moeten we nog eens zeggen. Wil je trouwens nog een klein woordje zeggen? Het is uw laatste kans om afscheid te nemen van onze luisteraars. Goh, ik zou zeggen, audere est facere. Voilà, kijk. We hebben Bart de Wever ook bij. Dat zijn mijn bompa dus ook altijd. To dare is to do. Jullie weten wat exact. Ik bedoel. Bedankt Wouter Meus voor een geweldig mooi gedicht. En bedankt vooral en nogmaals Billy Mabe Lizarde om van deze wereld nu al een betere plek te maken. Tot volgend seizoen.